Ik jongen. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we rust opnemen. Of vandaag ga ik eigenlijk rust opnemen. Even stress. Code D. Ik zit op een weet niet wat voor land server. Ik heb al best wel veel spullen. Ik ben nog ineens vol 24 uur bezig. Ik heb echt ontiegelijk veel spullen. Dit is mijn chest met alle geweren die ik heb. Ik heb een semi-automatische rifle met scope. Ik heb een crossbow, die zijn echt heel fijn. Ik heb een Thompson. Ik heb nog zo'n automatisch geweer. Een rocket launcher. Een waterpijpshotgun. Dit geweer is heel goed, alleen hij is heel moeilijk om te laden. Ik ga even op jacht. Het is wel een beetje donker. Ik heb mijn facecam aangedaan. Hopelijk kunnen jullie mij gewoon zo goed zien. Niet de beste facecam, maar hij is gewoon van mijn laptop zelf. Dus ik ga naar buiten. Ik heb al best wel een mooi hockey. Alleen toen ik net weer inlogde, was mijn hockey half kapot. Heel benieuwd hoe dat komt. Dat was het voorste stuk. Dat onderste lag er gewoon af. Ik ben heel benieuwd hoe dat komt. Waarschijnlijk omdat ik niet ieder uur online ben geweest. Of iemand heeft, nee, maar niemand heeft me gereden. Want alle spullen lagen. Dus ik ga nu even lopen. We gaan kijken of we wat dieren kunnen vinden. Beren in het spel zijn zo stom. Hè. Ik ben nu al een paar keer doodgegaan door een beer. Die zijn zo sterk. Het is heel moeilijk. Hoor wel. Ik weet niet of dat goed tegen is. Of niet. Oh, de microfoon staat aan, ja. Maar ik kan het net niet zien. Jongens, waarom willen jullie niet mee? Mijn zusje zit de hele tijd doorheen te praten. Ze zit al te zingen. Ik ga even zoeken. Hij loopt niet vast, rust. Ook al opnemen en dit tegelijk. Normaal hoort dat ding wel een beetje te nergen, maar hij denkt helemaal niet. Ik zie het nu niet mis, maar het komt nu wat donker is. Het donker is het nooit zo fijn. Want die, kijk, misschien zie je het, die lamp, dat ding, het zit boven je ogen. Als het er recht voor je uit was, dat het fijn is. Dat is niet zo heel chill. Maar hopelijk wordt het wel weer dag. Ik zie echt niet meer. Ik pak mijn shotgun maar erbij. Alleen. Snap ik niet van het spel, je hoort vogels, terwijl er niet vogels bestaan in het spel, alleen kippen of krekels zijn er, sorry, er staan helemaal geen krekels. Hopelijk wordt het dan weer dag, dus daarom kunnen we gewoon weer stuk. Er zijn nu 4 mensen online, het is niet een hele drukke server, maar weet het, maakt niet zoveel uit, het is wel gewoon leuk om te spelen. Dus nu, kwart over 10. We gaan niet een heel lange video opnemen. Maar hier moet ik wel even de dingen aan doen. Want hier ben ik in de struik ooit een keer. Hier in die struik zit van die barricade. En daardoor ben ik de vorige keer bijna dood gaan. Nee, dit is van de basis. Wacht even tot het weer dag is. Zo. Nice. Ja, dus. Super. Smaalt iemand dat gaan. Oh, het is hier heel donker. Zet even het lampje aan. Zo, nu is het weer wat lichter. Wat zit hier nog in de ovens? Zo. Ik moet er weer even wat hout bij doen. Ik heb op het moment niet zoveel hout meer. Ik ga ze dadelijk weer even hout af. Of ik kan al slash kit. Oh, is slash foto. Code D. Hier, kom op. Slash kit. Shit. We moeten nog een paar uur wachten of zo voor die kit. Want ik speelde dit pas, denk ik. 2 uur, het is nu
half 11. De kit gaan we nog niet doen. Want dat is de kit waarvan je allemaal hout krijgt. Maar het is weer dag. Ik ga hout hakken. Dan krijg je hier zo mijn bel in volgens mij. Ja, en mijn pickaxe. Dan doe ik hem deze plek daarin. Dan ga ik even mijn pickaxe repareren. Of niet weer. Ze zijn bijna leeg. Deze is bijna leeg. Wat? Heb ik het gedaan? Een 21 metal fragments, fragmentjes. Die heb ik nog 3 minuten nog gehad. Vijf klok. Volgens mij zit hier nog klok in. Dus leather ook. Dit is dus niet genoeg, maar ik heb in ieder geval weer een bel. Ga terug hier naartoe. Kom dit. Waarom doet het? Het loopt zo een beetje stil. Ik ga nu weer naar buiten, ga ik jagen. Ja, jullie zien mijn nee schudden, omdat mijn stiefzus nog alles zit te zeggen. Maar ik zou zeggen nee. Ik ga nu naar een plekje waar eigenlijk altijd wat dieren zitten. Straks ga ik even naar een lootplek toe, waar je altijd voor het beste loot krijgt die er maar is. Wat chill. Want daarachter zit volgens mij zo'n steen. Ja, daar zit zo'n steen. Vorige keer zat daar zo'n kip op de deur. Misschien maar die steen. Nu zit er niet. Maar aan de overkant zitten bijna altijd nog beren. Alleen daar heb je ergens 6 schoten voor je shotgun voor nodig, en dan gaan ze weer dood. De vorige keer ben ik al dood gegaan door zo'n beer. Niet fijn. Moest mijn lichaam ophalen in de rivier. Dan ga ik even naar de overkant toe, hè. Ziet er nu toe eigenlijk nog niks. Alleen al wat houten dan steen. Oh ja, was dat nog van houten dan? Nee, dat is deze pickaxe heb ik gekregen uit een airdrop. Dus volgens mij gewoon een normale server. De vorige server die ik ooit had, dat was een keer 3 server. Of een keer heel veel server tenminste. En deze server is wel fijn. Er zitten niet heel veel mensen op, dus het niet snel gereed of zo. Dat is echt gewoon nooit chill om gereed te worden. Nee, die steen was het waar normaal altijd beestjes op zijn. Die zijn meestal. Paarden zijn wel makkelijk met zo'n shotgun die je krijgt. De shotgun die je krijgt is zo fijn. Je schiet 1 keer en de 1 keer zijn ze ook gewoon dood. Je ligt aan de andere kant een hele koppel. Die is zo irritant. Dus de paas is niet helemaal. Er staat een zwart. En de zwijn door zo'n bakken zijn schieten. Dus nou, ik moet achter het zwijnen, ik wil het zien. Hij zit daar. Waarom ben ik zo stil? Hè? Dat duurde even. Maar weet je met deze doen? Ja, dood. Als ik deze heb, dan ga ik verder. Ik word nog niet aangevallen door het weer, want dan ben ik niet genoeg.
Ik ga eerst wat stenen zoeken, want ik heb gewoon geen steen meer in huis. Ik heb al